Voorzitter, vandaag bespreken we, zoals net al eerder gezegd, de ontwerpverklaring van Geen Bedenkingen, de VVGB, voor het windpark Noorderijplas te Amsterdam. Wat de PVV betreft, een zoveelste steen die wordt gelegd op de weg richting economische zelfmoord. Windturbines zullen immers nooit kunnen voldoen aan alle energievraag. Daarnaast zijn ze slachten van vogels, vleermuizen, insecten en zorgen ze voor een gigantisch milieuprobleem door onder andere hun niet recyclebare onderdelen en de aanwezigheid van bisphenol A in de coating dat door erosie vrijkomt. Deze stof zou volgens een Noorse studie hormoonverstorende en kankerverwekkende eigenschappen hebben en is door het RIVM aangemerkt als zeer zorgwekkende stof. Voorzitter, in de provincie Flevoland is ondanks een motie aangenomen waarin onder andere wordt opgeroepen onderzoek te doen naar de aanwezigheid van bisphenol A in het oppervlaktewater en de bodem rondom windturbines. Vraag aan de gedeputeerde, is een dergelijk onderzoek ooit in de provincie Noord-Holland gehouden? Zo ja, wat waren de bevindingen en zo nee, deelt u dan de mening dat een dergelijk onderzoek belangrijk is en zo snel mogelijk moet worden georganiseerd? Afhankelijk van het antwoord van de gedeputeerde heb ik een motie in mijn binnenzak voor de tweede termijn. Voorzitter, de verklaring van geen bedenkingen kan op grond van artikel 6.5 van het besluit omgevingsrecht slechts worden geweigerd in het belang van een goede ruimtelijke ordening. Uit de motivering van de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zou blijken dat het project voldoet aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening. Voorzitter, dat is natuurlijk eigenlijk ergens lachwekkend, aangezien we te maken hebben met twee windturbines van 200 meter hoog. Hè, 200 meter en een windturbine van 150 meter hoog. Je zult ze maar in je achtertuin hebben staan. Duizenden burgers mogen de komende 30 tot 40 jaar 24 uur per dag tegen deze gigantische windturbines aankijken en genieten van de overlast. Door het noodzakelijkerwijs opschuiven van een van de drie turbines ten opzichte van eerdere plannen komen vervolgens een bewoner de slaap- en huiskamers van sommige woonarken op nog geen 375 meter van de windturbine te liggen. Deze mensen zullen bijna geen rust meer hebben. En dan gaat het ook nog eens om een gebied dat al zwaar belast is door allerlei andere activiteiten. Er lijkt geen enkel draagvlak te zijn onder naburige bewoners voor de plannen, wat naar de mening van de PVV een essentiële voorwaarde zou moeten zijn. Daarnaast blijkt uit een bericht van AT5 dat er irritaties leven onder de bewoners over het feit dat ze onvoldoende geïnformeerd zijn over de gewijzigde plannen. Dat is ronduit pijnlijk, aangezien in de brief aan PS valt te lezen dat in het traject om te komen tot windpark Noorderijplas zeer intensieve participatie heeft plaatsgevonden, zodat er sprake is van een transparante en gedegen informatievoorziening. Uit een artikel van het Noord-Hollands Dagblad blijkt bovendien dat de aangrenzende gemeenten Oostzaan en Zaanstad, dat is net ook al eerder genoemd, ook niet al te blij zijn met de komst van de turbines. Meer dan genoeg redenen om kritisch naar dit project te kijken. Voorzitter, en toen was daar ook ineens het advies van Rijkswaterstaat. En dat loog er niet om. Rijkswaterstaat vindt het onaanvaardbaar dat de turbines resulteren in het verzwaren van de rijtaakbelasting van de weggebruiker in een al te drukke en zeer complexe verkeerssituatie. Voorzitter, het zal daarom niemand in dit huis verbazen dat de PVV absoluut niet kan instemmen met voorliggende voordracht. Dank u wel. De eerste vraag, dat ging eigenlijk over de PVV. U vroeg naar bisphenol A of wij daar ook een onderzoek naar hadden gedaan. Het RIVM heeft een keer een quickscan gedaan op zee. Daarvan zegt zij ook van nou ja, er moet nog wel een vervolg gaan komen. Voor de rest heeft het OD ook aangegeven dat wij zelf dus niet een onderzoek hebben. Ik kan kijken of wij kunnen ook kijken of we kunnen naar de ontwikkelingen die het onderzoek in Flevoland met zich meebrengt. Want daar is het met de motie ook opgeroepen, hè, zo zei je al. We kunnen kijken hoe we daarbij aan kunnen haken. Want het lijkt me niet dat je twee onderzoeken tegelijk laat lopen, maar laten we daar even naar kijken. Er wordt ook... Ja, voorzitter, dank u wel. Even naar meneer Dessing. Dat zaadje is al een aantal jaar eerder geplant. Voorzitter, dank aan de gedeputeerde voor de beantwoording en de toezegging dat de provincie Noord-Holland zal aanhaken bij het onderzoek naar onder andere bisphenol A in de provincie Flevoland. Een motie hierover indienen is dus niet meer nodig.
Nogmaals dank aan de gedeputeerde voor de toezegging. En voor wat betreft deze voordracht mogen het overduidelijk zijn dat de PVV tegen windmolens is en dat altijd zal blijven. Dank u wel.